je hier achter me ziet, dat is ageplaying. Volwassen mensen die in de huid kruipen van kinderen en gaan spelen, in een box zitten, kinderkleding dragen. Het is een groeiende scene, maar er rust ook een taboe op, want ik heb er veel van gehoord, maar nooit echt gezien wat het nou echt is. Maar daar ga ik vandaag achter komen, want ik mag meedoen. Ageplay is dat je dingen doet die eigenlijk niet bij je eigen leeftijd horen. Over het algemeen is dat een heel stuk jonger. Gewoon een soort van terug naar je jeugdgevoel. En dat kun je heel uitgebreid doen, ook heel simpel houden. Je kan gezellig zitten kwartetten en je kan ook helemaal losgaan met outfits of dat soort dingen. En wat is daar zo fijn aan? Ik denk het onbezorgde. Lekker terug naar je jeugd, weer even kind zijn, onbezorgd zijn, vrolijk. Ik kan me geen voorstelling van maken hoe het gaat zijn als jij gaat spelen. Maar we gaan het vandaag zien, want jij hebt een speelkamer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een klein appartement, volledig ingericht om te spelen. En dat huur jij alleen om te spelen? Ja, niet voor mezelf, maar echt voor andere ageplayers ook. Zodat iedereen een plekje heeft waar ze kunnen relaxen, klein zijn, klein voelen. Ik vind unicorns ook best wel leuk. Zeg maar dat hele pakket. Er zijn heel veel meisjes die dat heel leuk vinden. Maar ik zie mezelf niet echt spelen. Wat is dan het verschil tussen ons? Mindset, denk ik. Ja? Want die dingen die je opnoemt, daar kan ik ook echt heel enthousiast van raken. En ook gewoon als 29-jarige heel blij van worden. En dan inderdaad dat ene stapje verder, dat je echt gaat spelen. Ik denk dat het puur een mindset is waarbij je al de rest even vergeet. Het klinkt echt ideaal. Ja. En wanneer merkte je voor het eerst dat je echt die behoefte had? Voor mij is er nooit een behoefte geweest, omdat ik het altijd gewoon gedaan heb. Vroeger zeiden mijn ouders altijd van, Emily, doe nou dingen die wel bij je leeftijd passen. Weet je, zet op je verlanglijst speelgoed wat wel is voor kinderen zoals jij en niet voor peuters of kleuters. Is er iets dat jij hebt gemist in je jeugd? Helemaal niet. Ik heb het juist ontzettend gedaan in mijn jeugd. Zoveel gedaan dat je het zo leuk vond dat je het nu op 29-jarige leeftijd nog steeds doet. Ik denk het wel. Emily neemt me mee naar de speelkamer, waar al twee ageplayers aan het spelen zijn. Holy shit. Oh mijn god. Dit is gewoon echt een appartement waar ik in zou kunnen wonen, maar tot alle details uitgewerkt. Met kinderspullen, zelfs de lamp is een ballon. En er zitten twee vriendjes. Vriendjes, dat zijn vriendjes van jou. Ja. Wat doe jij als jij hier binnenkomt? Omkleden, chillen. Nou, ik ga gewoon volgen. Ga jij lekker je ding doen? Cool. Eigenlijk is het gewoon een crash waar je binnenkomt. Het enige dat anders is dat er twee volwassen mannen in de box zitten die gewoon lekker zitten te spelen. En het is niet dat ik het raar vind, maar toch voel ik me niet helemaal als een vis in het water. Het is niet dat ik nu denk, hé, ik ga ook meespelen of zo. Wat zijn jullie aan het doen? Memory. Aan het spelen? Ja. Jullie willen niet herkenbaar in beeld. Waarom is dat? Ja, veel van mensen niet het idee dat ze makkelijk over kunnen beginnen met hun vrienden en familie. Weten jullie vrienden en familie dit? Eigenlijk iedereen behalve mijn familie wel. En waarom niet je familie? Ja, ligt toch wat gevoelig, hè? Want wat als ze het verkeerd opvatten dan... En wat is verkeerd opvatten? Ja, ik denk dat toch veel mensen, als ze horen dat iemand zoiets doet, denken van dat ze echt, die heeft een mentaal probleem of zo. Jullie vinden spelen super tof. Waarom ga je niet lesgeven aan kinderen? Persoonlijk vind ik echte kinderen helemaal niet leuk. Nee? Nee. Soms heb ik echt het gevoel als ik een kind zie dat echt best wel jong is, van rond de 4, 6, dat ik denk, dat kan ik veel beter. Echt waar? Ah, ja, maar... Het is super grappig dit, want ik zie hier met een man te praten die gewoon een teddybeer in zijn nek heeft zitten. Die zegt, hé, luister, ik kan dat beter, dus gil even niet zoveel. Ja, precies. Is een bord. Oh, dit is het maar. Lief spelen. Oh, sorry. Is dit een fetish? Voor sommige mensen misschien wel, als je het met seksuele gevoelens combineert, kan alles een fetish zijn, maar voor mij niet. En begrijp je dat sommige mensen naar jullie kijken en denken, het gaat wel om de kinderlijke dingen, maar de boventoon is seks? Ja, er zijn veel vooroordelen over zelfs. Toen ik hoorde dat ik hier naartoe zou gaan, dacht ik meteen,
dan zie ik mannen in luiers die seks met elkaar hebben. Dat was het eerste wat ik dacht. Ja, hoe kan dat? Dat is heel vaak een verhaal wat in de media zo ronde doet, omdat het zo bijzonder en apart en raar is en lacherig. Dat is wat er vaak over ageplay wordt uitvergroot. Is dat vooroordeel misschien de reden waarom jullie hier niet mee naar buiten kunnen treden? Ja. Ik heb het een beetje geobserveerd. Het ziet er heel ontspannen uit. Ik weet niet of ik mezelf zover kan laten gaan, maar ik wil het wel graag proberen. Oké. Oh, ik weet wat mooi. Lief, hè? Ja, het is heel zoet. Het zit heel lekker. Ik weet niet of ik me jonger voel. Nou, wel. Zo. Ik vind me wel heel schattig. Yeah. Ja, ik heb op zich best wel zin om een spelletje te spelen. Hey! Woo! Ja, dag! Ik moet eerlijk zeggen dat er echt herinneringen aan mijn kindertijd terugkomen. Want als je aan de keukentafel zo'n spelletje speelt, dan ben je vet snel afgeleid, dan zit je met je telefoon. Maar dit, ja, de laatste keer dat ik dit heb gedaan was echt in... Ja, wanneer zit je met iemand met een rompertje en speel je spelletjes in een box? Ik zag niet echt waarom jullie in een box zouden willen zitten, naast dat het lekker zacht is. Maar het sluit je wel echt af van alles hier buiten. Ja, je sluit echt de buitenwereld een stukje buiten. Dat is er nu even niet. Hoeven we geen zorgen om te maken. En heb je ook momenten dat er een knop om moet? Dat je serieuze Emily moet zijn? Ja, op mijn job heb ik ook mijn persoonlijkheid. Ik denk er is gewoon een verschil tussen wat je tegen je collega's zegt over je privéleven en wat je tegen je vrienden zegt over je privéleven. En ik denk dat dat voor iedereen zo geldt. Dus voor mij ook, ja. Nou, ik was volgens mij aan de beurt. Weet je het nog? Ja. Zo, echt was goed. Ik kan begrijpen dat als je hier naar kijkt, dat je denkt, Jezus, wat een mafkees. Dan lig je in je rompertje met je spelletje en spelen gedraag je als een kind. Maar ik begrijp wel dat een plek als deze en de kleding die daarbij hoort, er echt voor kunnen zorgen dat je alle stress kan loslaten en dat je echt eventjes zorgeloos kan zijn. Ik denk niet dat ik hier vaker terug ga komen, maar misschien ga ik wel een kleurboek kopen.